afternoon. Mijn naam is Guido Vernes. Ik ben uitgezonden van Vitens Evenes International als shorttimer naar Dhaka, Bangladesh. Dit is mijn vijfde uitzending, waarvan de laatste drie keer naar Bangladesh, Dhaka. Wij hebben hier dan het lokale SCADA-systeem in de lucht geopend, de lokale contracten. Het SCADA-systeem is eigenlijk een stuk software en hardware dat ervoor zorgt dat we vanuit het veld signalen kunnen inlezen op een computer. Begeleiden is eigenlijk het grootste werk wat we doen, waarbij we heel veel kennis vanuit Nederland, die we al hebben, van techniek, maar ook hoe gebruik je de techniek, overbrengen op de mensen hier. Dus er zitten heel veel voordelen aan om dit hier ook uit te rollen, zodat men hier ook in het waterbedrijf geld kan besparen, maar daarentegen ook heel goed betrouwbaar drinkwater kan leveren. Bijvoorbeeld chloorinstallaties die ook zichtbaar zijn in ons systeem. En we kunnen zien of pompen draaien, of er ook chloor gedoseerd wordt, hoeveel druk er in het systeem staat, hoeveel water er uiteindelijk geleverd wordt aan de stad. En dat zijn eigenlijk de voordelen van dit systeem. Per jaar sturen we ongeveer 1200 weken uit. En dat zijn ongeveer 300 mensen. Korte missiegangers vanuit de moederbedrijven. Vitens Evenes, Limburg, Groningen. En die gaan allemaal 3 weken van huis weg. En nemen van huis en haard, vrouwen en kinderen. En dan gaan ze toch een beetje het avontuur tegemoet. En wat je dan ziet eigenlijk over zo'n jaar heen, met al die 1200 weken bij elkaar, dat er echt prachtige resultaten voor elkaar worden gebouwd. Nou, dat is echt heel inspirerend. Nou, als ze terugkomen, dan komen ze vaker even bij mij langs. En ik moet zeggen dat het enthousiasme spat eraf. Omdat ze daadwerkelijk zeggen van nou, ik heb een verschil kunnen maken. Ik heb daar andere collega's leren kennen. Ik heb een nieuwe wereld eigenlijk ontdekt. De wereld wordt ruimer voor ze. En nou, die ervaring nemen ze ook weer mee naar Evides. Nou, ik sta hier in een sloppenwijk in Bangladesh. En ik maak hier eigenlijk aan de levende lijve mee hoe belangrijk het werk van de shorttermer is. En dat we uitgaan van een diep geworteld geloof dat iedereen in de hele wereld recht heeft op goed drinkwater en goede sanitaties. En als shorttermer is het vaak een taak van hele kleine stapjes op hele lange termijn. Maar elk stapje brengt ons wel iets dichterbij het realiseren van drinkwater en sanitatie voor iedereen in de wereld. Ik ben nu voor de derde keer 3 weken hier. De shorttermer die hier als specialist komt, is het in een hele korte tijd heel veel werk. 8 uur op een dag is niks. Soms werk je ook wel 's avonds of in de weekend om zoveel mogelijk je tijd op te benutten. En natuurlijk wil je natuurlijk het weekend ook wel wat vrije tijd hebben om een omgeving te zien en wat van mensen te zien. Maar ja, dat schiet er wel eens bij in. En gelukkig ben ik wel iemand die heel veel door de stad reist, omdat ik echt de locaties afga. Ik heb altijd wel de ambitie gehad om in het buitenland te mogen en te kunnen werken. En ja, VEI en Evenes, het moederbedrijf waar ik dan voor werk, gaf deze mogelijkheid. Daarbij ga je dan je eigen inschrijven, je gaat je informeren. Je gaat ook kijken wat voor werk is er mogelijk in mijn vakgebied. En je probeert ook contact te leggen met de mensen van joh, is er ook iets wat ik kan doen voor jullie in het buitenland, in een specifiek land. En je moet wel een persoonlijke ambitie hebben om naar het buitenland te gaan inderdaad. Persoonlijke motivatie is natuurlijk ook de mensen te helpen hier. Dat vind ik mooi om te doen. Maar heel persoonlijk vind ik het ook gewoon voor mezelf heel leuk dat je deze ervaring meekrijgt. Dat er meer is op deze wereld. En dat motiveerde mij ook weer om weer te komen hier. En om weer naar het buitenland te gaan om wat neer te zetten. Dat motiveert gewoon enorm. Thank you very much. And thank you for your cooperation. Thank you. And I hope to see you back very soon. Oké, thank you. Welcome. এসেট বিল্ডআপের ক্ষেত্রেই তারা আমাদেরকে অনেক সাহায্য করেছে এবং এটা ঢাকা ওয়াসার জন্য আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসব কাজে সহযোগিতার ক্ষেত্রে যেসব শর্ট টার্মার বাংলাদেশে এসেছে, বিশেষ করে মিস্টার খিরো, রেনে, আরি কারম্যান, এলকো, তাদের অবদান আমরা ভুলতে পারবো না। Ik kom afscheid nemen, dit is mijn laatste dag. Yes, I'm ready. Dus super, hartstikke bedankt. Wat neem ik mee? Ik neem een heel stuk cultuur met me mee. Heel veel mensenkennis weer van andere mensen over de wereld. Vooral dan nu in Dhaka. Toch een goed gevoel van dat je iets neergezet hebt wat toch op de langere termijn ook gebruikt gaat worden. Je neemt mee dat de hele omgeving, de hele werksfeer, de hele entourage van het buitenland werken. Je hebt minder luxe die je hebt. Dus je bent meer op jezelf aangewezen. Je wordt zelfstandiger, zelfredzaamheid is hier een stuk groter.
En dat zijn toch wel ervaringen die je echt meeneemt uit zo'n land. En dat is gewoon hartstikke mooi.